Unter den Linden. Bij de Brandenburger Tor. Onder de Brandenburger Tor. Start.
noteren wel even. Ook op het schrijf, dat is het. Ik kijk hem ook hier even aan. Ik ga hem nog wel even doen. De huizen in de omgeving van de jeugdherberg zien er wel aardig uit. Dat we maar lekker aan de ingaan. Nou, zakken we weer van die trappen. Daar moet je wel een beetje lachen als je daar komt. Ja! Heel goed, heel goed! Oh, dit is aan mij! Nou, wie ben jij? Ja, natuurlijk, even wachten, anders moet je meenemen. Ja, ich bin die Anna. Das sind die Anna.
Maar kunnen hun wel vast doorlopen, dan... Zijn we veel tegen betaald? Ik heb ook maar niet afgemaakt. Ja, ik word er ook niet goed van. Zo, een stapel geld. Zo, helemaal moet over. Ik heb ook nog wat hapering. Thank you.
De beest beter ook. Oh, zo. Ja, het beest is beter. Wieringenwerf. Was jij ook Wieringenwerf? Was ook een muur van 2 meter. Ja, maar Koon Jong ging er niet in. Ja, die was ook hoog. Sterke verhaal. Nou, dat is ook een aanvluiting. Wat vind je dit een aanvluiting? Ik dacht een heel pad, weet je, maar dat is. Ja, ik ben al dan met een kilometer lopen. Ja. Ik wist niet bij 1,5 kilometer lopen. 1,5 kilometer langs de criminelen. Ja. Wil je het schudden even meten of zo? Even schudden meten. Dat rij je naartoe in uren gerekend. Dat deken kunnen we mij niet van bovenaf, hè? En hoe heet die andere, Smit, die had zijn duim eraf, die heeft hoe heet die ook alweer? Dat weet ik niet. Ja. En er waren een paar jongeren, maar die ken ik zo gewoon niet meer. Maar Blankman en Smit en... Ik heb u niet meegemaakt op dat moment. Nee, maar toen was ik al weg. Ja. Er zat Holkes zat daar, Holkes en die andere die is toen overleden in, plotseling overleden, hoe heet die ook alweer? Nee, maar toen was het nog Huis van Bewaring. En dat ik ben gekomen, toen was het gevangenis, is het gevangenis geworden. Ja, ja, ze hebben door de helft gedaan. Ja, dat is super, ja. Maar dat weet ik nog. Oh. Ja, nee, ik weet het niet. Hij weet het zelf niet meer. Ja, meneer, komt Kees. Ja. Oh, meneer Bammies, kom je net. Ik zeg, Sinus, en hem je verhaal te vertellen. Ja, ja, ja. Maar toen was Plezier, die was toen nog huis geweest. Maar er was er nog eentje. Dat was. En hoe kwam dat? Ik ben de dokter geweest. Hij zei: dat moet je zo zien. Je hebt altijd in een boot gezeten. Dat is een Italiaans van de schoenmaker, hoor. Ja, dat is een mooi. Ja. Dat lukt altijd. Maar dat moet de bal worden. Zeker. Wat die nou zelf al een keertje wil? Ja, hij wou te veel. Hier doen. Alleen om buiten die zat iedere avond met ons zelf te eten, maar die waren fijn dubbele kwijt. Dat vonden wij niet. Voor een voor een aangang. Wat is wat je zegt dat je hier gebruikt? Denk wel eens op koffie, waar? Hij moet wel even afspelen, maar jammer om te kijken. 7 minuten filmen. 7 minuten, hè? Hij zegt, neem me mee vandaag. Kijk, is het dan nog?
Bij de langste. Hij staat nog klaar. Een zuidelijke aanvoer van zachte tot zeer zachte lucht. De maximumtemperatuur ligt tussen de 12 en 15 graden, terwijl 7 à 8 graden normaal is voor deze tijd van het jaar. Woensdag schijnt af en toe de zon, later in de middag of avond wordt de bewolking dikker, gevolgd door het regen. De dagen daarna blijft het wisselvallig met wolkenvelden en soms het lichte regen of motregen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Ze hebben mijn tekst gepikt, want dat hoor ik te zeggen. Bedankt voor het kijken, graag tot de volgende keer.